Matt. Welkom bij de maandelijkse Waarom YouTube Kut Is video. Welkom bij de nieuwe video. Boys. Een maand geleden heb ik hier een video over gemaakt en toen was het fucked, toen was ik broke, toen verdiende ik niks van geld en toen neukte YouTube mij letterlijk volledig in de kop. De mensen die naar mijn channel komen om naar video's te kijken waar ik mensen belachelijk maak en zo, waar ik uitlachen, waar ik fucking droge shit doe. Waar ik zo net op de kant zit van cyberpesten, maar eigenlijk niet aan het pesten ben. Ja, veel mensen zeggen dat ik aan het cyberpesten ben, maar... Fun, maar het is toch wel cyberpesten. Jonge meisjes zo continu aanvallen is niet oké. Los van hun daden. Niet zo simpa, apenstaartje, nazo... Dit is die video die één keer per maand toch anders is, omdat ik even wil praten over mijn geldsituatie en de geldsituatie van YouTube. Omdat er niemand is, heel deze fucking Nederlandse community die er zijn bek over open doet, omdat het hun allemaal niet boeit. Maand geleden werden al mijn video's gedemonetized en dan kreeg ik zo'n gele cash ding en dan verdiende ik geen geld met mijn video's. Dat was zo echt een maand lang en langer en in heel de zomer heb ik ook bijna niks verdiend, maar oké. Het geld is terug, maar al mijn video's worden meestal nog altijd gewoon gedemonetized. Ook al gebeurt het al minder en heb ik alweer een flinke kluit. Ha. YouTube is nog altijd gewoon verkeerd bezig, snap je? Als je een video maakt die buiten de beschrijving van YouTube valt, en als je video dan niet kindvriendelijk is, en als je video niet advertentievriendelijk is, dan krijg jij geen advertenties op je video en dan verdien jij geen geld met jouw filmpje. Dus als jij een beetje content maakt die anders is, die niet gay is, en die geen make-up tutorials zijn, of waar je niet speelt, maar fucking speelgoed, ja, dan ben je geript. En ik val volledig buiten die categorie, maar omdat ik weet het niet, omdat ik hacks heb, heb ik soms gewoon geluk dat mijn video wel gemonetized wordt. Andere YouTubers, die worden volledig geneukt en ik heb echt medelijden met hen. Wat gebeurt er dus? Als jouw video geüpload wordt en YouTube denkt van... kut video. Dan marken zij jouw video als demonetized en dan verdien jij geen geld op jouw filmpje. Dan zie je dit geweldig mooie ding staan. Dat is nu de nachtmerrie van elke YouTuber, snap je? Maar jullie denken dus, geen geld, dat is niet erg. Als je YouTube maar graag doet, snap je? Dat is niet waar, want YouTube is wel voor heel veel mensen hun werk. Dus als ze dan geen geld verdienen, dan werken ze voor free. Dat is niet het enige. Als jouw video gedemonetized wordt, dan haalt YouTube niet alleen de inkomsten en de advertenties weg, maar ook gewoon de publiciteit er rond. Als jouw video gedemonetized wordt, dan gaat YouTube die video niet pushen. Als jouw video gedemonetized wordt na een week, dan ga jij zien in jouw analytics dat jouw video gewoon niet meer bekeken wordt sinds dat die gedemonetized is. Als je video gedemonetized wordt de dag dat je die video uploadt, ja, dan haal je gewoon nooit de views die je had moeten halen. Dan wordt je video gewoon genuked en dan wordt je video niet in subboxen gegooid, dan wordt je video niet op de voorpagina gezet, dan wordt je video gewoon niet naar mensen gestuurd en ik weet niet waarom de fuck YouTube dat zou doen, want als YouTube geen geld kan verdienen aan jouw video, dan zeggen ze ook van kijk, je hebt die geüpload, maar we gaan niks doen met die video. En dan mis je fucking veel views. De video wordt gewoon niet bekeken. Heel veel mensen weten ook gewoon niet dat je hebt geüpload. En die denken dus van... het is gestopt met uploaden. Nice. Dat is fucked. Want dat betekent dus dat YouTubers niet alleen YouTubers neukt. Maar ze dan ook gewoon dubbel neukt. Snap je? Ze halen het geld weg. En alsof dat nog niet genoeg is. Neuken ze gewoon nog eens de YouTuber door die video ook gewoon niet te pushen naar de what the fuck. En pushen ze die video niet door naar de voorpagina, waardoor heel veel mensen die video ook niet zien. Wat kan je hier aan doen als jij denkt van, ik ben een YouTuber, ik heb geld nodig, mijn video's worden gedemonetized, what the fuck. Dus, wat jij kan doen is... kindvriendelijke content maken. Spelen maar speelgoed en make-up filmpjes maken en al die leuke shit doen. Je kan niks doen. Je kan vragen aan YouTube of ze je video willen goedkeuren, maar dat duurt fucking 4 dagen. En na 4 dagen wordt jouw video niet meer bekeken. Dus er is geen oplossing. Je kan dat zo aanvraag doen om toch advertenties te krijgen. Maar ik bedoel, je kan die aanvraag pas doen als je video al 10.000 views heeft gehaald. Dus je kan die niet op verborgen laten staan en dan aanvraag doen. Dat gaat niet. Je moet je video online zetten en dan doe je die aanvraag. En dan duurt het fucking 4 dagen. En na 4 dagen heb je al 3 nieuwe video's die gedemonetized zijn en... ja, het is tijd dat ik fucking ander werk zoek. Misschien moet ik echt die, dat is nog kuis mannen zoeken. Gemotiveerde verkoper. Digital marketing specialist. Je hebt een bachelor diploma in marketing. Nee! Ik ga geen ander werk zoeken. Ik ga gewoon YouTube blijven doen. En hopen dat dit volledig gefixt wordt. Ook al... ja, ik liet iets vallen. Nee. Rustig. Bij de video van gisteren... ja, ik bedoel, er stond een naaktfoto in de thumbnail. Dan vraag ik er zelf ook om. Het enige waarvoor ik jullie kan vragen als jullie naar deze video aan het kijken zijn... kijk, als er advertenties op mijn video staan... kijk die alsjeblieft uit. Gun mij dat even. Andere YouTubers doen een campagne... en dan worden hun inkomsten wel gewoon goed gezet. Dan heb je 1 campagne per maand. Is genoeg geld om fucking heel jaar door te komen. Dus ik steun wel nog volledig op mijn YouTube.
YouTube-inkomsten. Dus als er is een advertentie is op mijn video... Kijk, ik wil hier niet om vragen, maar kijk die gewoon uit. Vroeger had je fucking veel mensen die met YouTube begonnen omdat het echt zo'n geldmijn was. En dat is het nu nog altijd, maar het is niet meer zo makkelijk, snap je? Je moet eerst de advertenties krijgen, dan moet je nog geaccepteerd worden, dan moet je video het is fucked geworden, het is gewoon, ze hebben het volledig vernukt. Als jij sommige YouTubers kijkt die nu ineens niet meer veel uploaden en zeggen dat dat komt omdat ze geen tijd hebben omdat er te veel shit gebeurt in hun leven. Ze uploaden niet omdat ze geen geld meer krijgen voor hun video's. En dan wachten ze gewoon tot ze een campagne krijgen en dan krijgen ze een campagne en dan maken ze een video voor die campagne. Dan pakken ze fucking veel geld. Niet met YouTube, maar met die campagne. En dat is wat heel veel YouTubers nu doen. Uploaden niet meer en wachten tot ze een campagne krijgen en dan uploaden ze wel en dan krijgen ze geld. Dus als jouw favoriete YouTuber zegt van hey, ik upload even niet omdat ik geen... Nee, hij is gewoon een geldwolf en hij heeft gewoon nu geen geld als hij uploadt, dus hij uploadt niet meer. Je hebt ook heel veel YouTubers die dat wel geluk hebben. YouTubers die wel kindvriendelijke content maken en die wel gewoon make-up video's en speelgoed tutorials doen en weet ik veel, al die gay shit. Die hebben nooit een probleem gehad, ik bedoel, die hebben nooit iets verkeerd gedaan. Maar alle YouTubers die nu al hun scheld worden uit video's moeten bliepen, vanaf er een beetje naakt in een video komt dat helemaal kapot geblurred wordt, dat is kut. Wij zijn de YouTubers die YouTube maken, niet die fucking mensen die speelgoed reviewen. YouTube is zijn eigen YouTubers aan het kapot maken door dan nog eens zo te zeggen van als je video geen advertenties krijgt, dan pushen wij je video naar nergens en dan krijgt jouw filmpje geen views. Dat is één dikke vette k***. Nee. Want op deze manier is YouTube zichzelf gewoon volledig aan het slopen. Ben ik zeker dat binnen een jaar mensen op andere shit gaan uploaden. Daar veel meer mensen gaan livestreamen op Twitch, omdat je daar wel gewoon geld verdient. Daar heel veel mensen gaan overstappen van YouTube op Facebook, omdat Facebook ook met een soort van advertentie shit gaat komen. Als er binnen dit jaar fucking veel YouTubers zeggen van ik stop en ik begin te uploaden op een andere site, dan is het niet omdat ze denken van wow, die andere site, nice. Dan is het gewoon omdat YouTube hun geen geld meer gaat. En ik moet hem daar volledig gelijk aan geven. Ik bedoel, als ik op een bepaald moment ook fucking broke ga, ja, dan ga ik ook beginnen uploaden op een andere site. Tot nu! Ik bedoel, ik ben al zo ver gekomen door de adpocalypse dat ik bedoel... Ik zie geen reden waarom ik nu zou stoppen met uploaden. Ik ben erdoor gestreden. In juli heb ik fucking 5 euro verdiend met fucking advertenties. Besef dat ik in 2013 37 euro verdiende en dat ik 20.000 views per maand had. In juni had ik er fucking 2 miljoen. Ja. Het enige wat ik kan zeggen is, steun je YouTuber. Als jij een YouTuber kijkt en je ziet dat hij minder uploadt en er nooit meer één advertentie op zijn video wordt afgespeeld, ik steun die guy. Als hij ook even niet meer uploadt, kijk, ik snap het volledig. Het is niet zo chill als je vroeger kon uploaden en daar geld mee kon verdienen en het dan nu doet, maar daar gewoon geen advertenties meer op je video gegooid worden. Je hebt veel minder views en het voelt echt alsof je gewoon voor niemand video's aan het maken bent, want niemand ziet ze en je hebt er ook helemaal niks aan. Dan gaat het plezier van YouTube ook een beetje weg en zo verliezen heel veel YouTubers hun motivatie. En dan stoppen ze eigenlijk niet. En doen ze wel nog campagnes omdat ze alles hebben opgegeven voor YouTube. Maar nu gewoon denken van fuck, ik heb het echt vernukt en ik ga eindigen op straat binnen een maand. Tot denken heel veel fucking YouTubers nu, maar dan gaan ze niet zeggen tegen jullie omdat ze hopen dat het nog gaat goedkomen. Maar ik bedoel, uiteindelijk zijn we al bijna een jaar aan het wachten. In januari is het slechtste jaar van YouTube ooit geweest. Vanaf januari 2017 is het echt gewoon... naar beneden gegaan. Snap je? In januari liggen de inkomsten van YouTube altijd fucking laag. Maar dan stijgen ze. En in december heb je altijd gewoon fucking de beste inkomsten van het hele jaar. Maar deze december gaan de inkomsten gewoon even goed zijn als ze normaal waren op YouTube en niet beter. Na december gaat het dan weer gewoon kut zijn. En dan geen makkelijke tijden, snap je? Zeker niet van Nederlandse YouTubers, want die verdienen sowieso al minder. Er is een reden waarom Ricegum niet meer elke dag uploadt, snap je? En dan heb je de diehard YouTubers die wel elke dag uploaden, maar je hebt ook gewoon niks beter te doen in hun leven dan een video. En dan heb je nog het laatste, dat is die 10 minuten mark. Heel veel mensen zeiken daarop, omdat heel veel YouTubers zo streven naar die 10 minuten. En sommige YouTubers hebben helemaal geen 10 minuten en dan plakken ze er gewoon zwart scherm achter. Vanaf je 10 minuten hebt, kan je dus een paar advertenties bijvoegen in jouw video. Ik heb nu de laatste tijd getest en het is helemaal niet zo verschil. Als je die extra advertentie er echt gooit, dan verdien je misschien een klein beetje meer. Maar het is eigenlijk niet zo'n groot verschil. Het is pas een verschil als je een video hebt van fucking 40 minuten. En als je om de 5 minuten een midroll kan gooien, ja, dan verdien je fucking veel geld. Maar er zijn niet superveel YouTubers in Nederland die 40 minuut video's maken en degene die je toch doen, ja, fucking gay. Dus terwijl YouTube al de goede YouTubers volledig aan het neuken is en iedereen eigenlijk in een hoekje duwt en zegt van kijk, jullie gaan kindvriendelijke en advertentievriendelijke content maken, zij zijn zelf eigenlijk gewoon volledig aan het slopen en ik weet niet of ze dat zelf doorhebben, maar YouTube heeft ook echt nul contact met hun creators, terwijl wij jullie fucking saai maken. Ik weet niet of die dat doorhebben, maar... ja, jullie doen geen fuck. Er zijn geen mensen die naar YouTube komen om naar video's van Team YouTube te kijken. Ik bedoel, die shit is fucked up. Hey everyone, I'm Sung, a product manager on YouTube.com. I'm Kevin, a UX designer on YouTube.com. And I'm Mike,
software engineer on YouTube.com. Echt, what the fuck? Dan vergeten die mensen van YouTube soms. En dan denken ze van, ja, we blijven wel views krijgen. Wacht maar tot Twitch en fucking Facebook jullie volledig op de grond en gaan stampen. En dan, beter pakt YouTube even deftige shit. En ik weet het niet, helpen ze ons of zo? En geven ze ons een check van fucking veel geld? Sturen ze een auto op en een nieuwe fucking computer? Ik weet het niet. Maar van nu is het dus het enige wat ik kan zeggen. Steun je YouTuber. En als jij YouTubers hebt die ook denken van, fuck, ik ga broke zijn. Kijk naar zijn channel, wacht niet op een melding van zijn video. Want misschien komt hij er niet. Zet belletje aan op die channels. Kijk gewoon elke dag eens op zijn YouTube channel of er iets nieuw geüpload is. YouTube gaat geen melding geven van die video als die gedemonetized is. En dan ga jij nooit weten dat er is geüpload. Dames en heren, dit was even die maandelijkse YouTube update video. Snap je? Moet ook gebeuren. Ik werk hier wel. Ik ben wel gewoon een werknemer van YouTube ofzo. Ik heb met mijn bazen nog nooit gesproken. Dat was de video. Even geklaagd. Morgen gewoon weer een leuke video. En binnenkort komt de Ties sloop video er ook aan. Ik weet dat sommige mensen denken dat het fake is. Maar ik bedoel, als jullie gaan horen wat ik allemaal zeg, gaan jullie wel denken, wow, als dit fake is, dan heeft ACT's wel mijn echte shit keihard de grond in gestampt. Het is niet fake. Ik bedoel, ik weet niet waarom die oude papi dat zegt, maar jullie gaan het wel zien. Ik ben ACT. Ik vond het een hele leuke video om te maken. Ook al was het niet zo, snap je? Even die goede informatie naar jullie pushen. Ik ben ACT. Tot de volgende keer. Bye.